Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze specifieke video ga ik je met je hebben over hoe je shit voor elkaar kan gaan krijgen in life. Oké, uitstelgedrag steelt van je. Er is een versie van je in het leven die het voor elkaar krijgt dingen af te krijgen. Dus hij gaat naar de gym, hij doet zijn eigen online business. Hij verspilt geen uren, hij scrollt niet de hele tijd op TikTok. Hij gaat zitten en hij gaat gewoon te werk. En ik ga je helpen dat te kunnen ontlokken, omdat uitstelgedrag je leven van je steelt. Het zorgt ervoor dat je steeds gaat uitstellen. En we hebben maar één leven en je moet blij zijn dat je vandaag de dag leeft. En eigenlijk, waarom zou je wachten met bepaalde dingen doen als je ze toch graag wil doen? Oké, wat is nou de waarheid van uitstelgedrag? Zodra je dit begrijpt, is uitstelgedrag super makkelijk te beheersen. Stel uit wanneer we dus negatieve gevoelens niet kunnen managen in het leven. En wat zijn deze gevoelens? Dus het hebben van te veel stress, twijfelen aan jezelf, onzeker zijn over je uiterlijk, over andere dingen. En gefrustreerd zijn over life, bepaalde dingen die gebeuren. Om deze gevoelens te ontwijken van een taak. We geven over aan onmiddellijke bevrediging, instant gratification. Dat is iets waar we dus niet voor kiezen en we kiezen voor die long term. Dus je kiest nu voor de pijn om iets te doen en uiteindelijk later ervan kunnen genieten. Iets waar je de toekomstige zelf van kan genieten. Wat eigenlijk super mooi is om te kunnen doen. En je veel meer voldoening geeft in het leven. 4 stappen dus om je shit voor elkaar te krijgen. Het volgende is hoe ik mijn dagelijkse uitstelgedrag overwin. Het zal je helpen aan je doelen te werken dagelijks ten opzichte van zo'n pauze te krijgen. Stap 1. Schrijf op in detail waar heb je op zitten uitstellen afgelopen tijd. Wat wilde je doen, maar heb je steeds niet gedaan? En schrijf nu op wat je dagelijks moet gaan doen om deze taak af te ronden. Maak je niet druk, je gaat niet nog eens beginnen met deze taak. Schrijf gewoon op wat je zou moeten doen om het voor elkaar te kunnen krijgen. Gebruik het stap voor stap plan morgen pas. Dus baseer deze video stijf op wat je taak is, wat je hebt uitgesteld en dan gaan we door naar het volgende. Word op tijd wakker. Wanneer ik een moeilijke of grote taak heb, zet ik een tijd om wakker te worden die veel eerder is dan normaal. Dit stelt me in staat meer tijd te geven aan deze taak en deze taak sneller af te kunnen ronden. Ik word enthousiast van het werken aan het probleem. Een van de dingen waarop ik uitstelgedrag heb door drukte, is het maken van dit soort video's. En dit stelt je in staat om een overvloed aan tijd te hebben. Dus ik zorg ervoor dat, hey, wat moet ik doen voor deze video? Ik moet een presentatie maken, ik moet Loom downloaden, ik moet wat dingen voorbereiden, ik moet een thumbnail maken, ik moet het gaan uploaden. Het zijn allemaal dingen die ik moet gaan doen voor deze video's voor jullie. Maar ik doe het wel dagelijks en ik probeer mezelf alleen maar te verbeteren. Ten opzichte van de laatste 30 video's die ik heb geschoten. Dit zijn alweer een nieuwe batch die eraan komt. En zoals je ziet is het scherm al, de layout al een stuk professioneler. Het is nog niet top, maar ik perform en ik zit groeien. En daar ben ik super blij mee. Dat eigenlijk mijn praatskills nu beter worden. Hoe mijn video's eruit komen te zien, dat daar groei in zit. Dingen hoeven niet perfect te zijn om mee te beginnen. En dat is iets wat ik je graag mee wil geven. Stap 3 is de ochtend van je missie. Telefoon op vliegtuigstand. Geen afleidingen. Zodra je wakker wordt, drink wat water, lees een boek, mediteer. Doe een dankbaarheidsoefening en doe 10 push-ups en tot je bed. Dit is iets wat ik nu weer ga toepassen en tijdje niet heb gedaan. Dit zijn je eerste grote wins. Wat ik dus doe is het drinken van water, mijn lens uitdoen, koud douche nemen, een boek lezen, mediteren, dankbaarheidsoefening en 10 push-ups en mijn bed dekken, mezelf aankleden, tanden poetsen. En dan begint mijn dag. En dat zijn al een aantal winsten die je pakt. Zonder ook maar op je telefoon te kijken. Als je dit hebt gedaan, begin dan met je dagelijkse taken af te kunnen werken. Totdat je uitgeput voelt na 1 tot 2 uur. En ga dan sporten slash wat eten. Ligt aan wat je momenteel je doelen zijn. Ik heb momenteel een doel om wat te kunnen bulken. Dus ik zorg ervoor dat ik wel om 10 uur 's ochtends eet. Als ik kut, dan eet ik pas vanaf 12 uur. Of zelfs later soms. Stap 4 doet slecht. Mijn grootste vorm van uitstelgedrag is mijzelf filmen voor mijn persoonlijke brand. Video's maken zoals dit. Ik hou er helemaal niet van om op de voorgrond te komen. En dit is omdat ik niet graag op camera kom en helemaal niet geil ben van mezelf, zoals andere influencers duidelijk wel zijn. Ik heb dit overwonnen door het gewoon te doen en te leren. Ik had ook heel veel twijfels, onzekerheden over mezelf, hoe ik mezelf op beeld kan vertonen. Maar je moet accepteren dat je in het begin slecht bent. Dit zijn mijn eerste 100 YouTube video's en ik verwacht helemaal niet dat deze supergoed zullen gaan. Ik verwacht alleen wel dat ik progressie zal maken in de komende 100 video's. En dat iets doen veel beter is dan niets doen uiteindelijk. En ja, stel je voor ik heb dan 1000 video's gemaakt, dan is dat altijd mooi om daarop terug te kijken wat ermee is gebeurd. Ik ga er niet eens vanuit dat dit super hard kan gaan.
Oké. Als je geen focus hebt en geen drive, kan het te maken hebben met je testosteron levels. Wat ik wil dat je gaat doen, is je social media verwijderen als je daar geen geld mee verdient of geen chicks eventueel mee kan fixen. Check je bloed bij een huisarts waar je eventueel tekort aan hebt en vermijd carbs om dips te hebben. Als je momenteel nog niet sport, ga dus sporten en kijk geen porno en niet aftrekken. Oké. En dat was eigenlijk alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat je hier super veel waarde aan hebt gehad. Volg mij op Instagram Paul van Sprunnel en Facebook Paul van Sprunnel. En dan zie ik je weer in de volgende video. Ciao, ciao.